Het is altijd bijzonder moeilijk om te zien dat iemand die zoveel ook voor Drenthe heeft betekend, dan op deze manier afscheid neemt. Met respect heb ik zijn verklaring aangehoord. Maar het is natuurlijk, wat hij zelf ook zei in het debat, mijn goede eigenschappen die iets opgeleverd hebben voor Drenthe, die betekenen nu ook dat het negatieve zeg maar de overhand krijgt. En dat is gewoon ontzettend triest om te zien. Kunt u schetsen, wat is er in de schorsing gebeurd? Want voor de schorsing had hij, nou, vroeg hij nog om vertrouwen. Is er in de schorsing iets gebeurd waardoor dat vertrouwen weg was? Wat er natuurlijk is gebeurd in het debat, hè, in de eerste termijn, hebben eigenlijk alle partijen vragen gesteld. Er waren een paar partijen die op dat moment al een oordeel hadden, maar de meeste partijen niet. En die hebben ook duidelijk gezegd van ja, wij willen gewoon op basis van de antwoorden in de schorsing een conclusie trekken. En dat is natuurlijk ook overwegend gebeurd. Partijen, andere partijen hebben wel in de schorsing gesproken. En het, ja, het wantrouwen in die zin uitgesproken. Ja, wantrouwen is niet het juiste woord. Het gaat erom van, nou, om maar even bij de PvdA te blijven, we hadden twee vragen. Is inderdaad de integriteitscode gebroken door het gedrag? En hebben wij vertrouwen dat het in de toekomst goed komt in de samenwerking met de commissaris? Nou, en die laatste vraag die konden wij niet met ja beantwoorden. Dus dat was wel duidelijk na de eerste termijn. Ook, ja. de PvdA kon die vraag niet met ja beantwoorden? Nee, dat klopt. Ja. Ja. Is er vanuit Den Haag nog druk uitgeoefend of iets dergelijks op de commissaris om op te stappen? Nee, niet dat ik weet. Nee, niet dat ik weet. Meneer Ascher of andere mensen uit de partijtop hebben geen contact gehad? Geen kennis van, nee.